Bij ons Ivan van der Kloot, welkom. U bent hoofdeconoom bij de denktank Itinere. Als we even inpikken op dat laatste, die benoeming van uh, de jongste frère in de regentraad van de Nationale Bank. De een zegt, uh, mevrouw Almaci, nepotisme. Uh, meneer Van Rompuy zegt, fediver. die Wat vindt u? Wel, ik vind dat redelijk absurd. Dat eigenlijk zelfs de mensen die het verdedigen, die het goedgekeurd hebben, eigenlijk zeggen dat ze, er, dat ze het waanzinnig vinden. En dan denk je, ja, wat, wat hapert er aan ons land? dat je blijkbaar wordt men gegijzeld en wordt men eigenlijk gedwongen om dingen te beslissen waar men zelf niet in gelooft. En ik denk dat dat anno 2018 de burger begrijpt dat niet. Politici die dingen beslissen en dan op tv komen vertellen dat ze er eigenlijk zelf niet in geloven. Mm -hmm. Het geld eigenlijk moet dat is moet dan is ook misschien voor uh, die begroting in evenwicht, hè, Want daar wilden we het met u over hebben. Grote beloften. Dat gingen zij voor elkaar brengen in deze regering, Michel 1. Mm -hmm. Voor we ingaan op waarom dat wel of niet uh, lukt, wat is het belang van zo'n begroting in evenwicht? Wel, wij zitten in een land met een staatsschuld die in de omgeving zit van landen in Zuid-Europa. We spreken over hoogtes boven de 100% van het nationaal inkomen, zoals in Italië, in Portugal en dat soort landen, terwijl wij een. Ja, toch een West-Europees land zijn zou ik zeggen. En dus wij horen daar niet thuis. En wij hebben de plicht aan onze burgers om ambitie te hebben. We hebben ook een bijvoorbeeld vandaag het nieuws van de OESO: dat de belastingen op alleenstaanden in ons land 53,7% bedragen. Dus bij bijna confiscatieniveaus van wat de burger in dit land aan zijn inspanningen overhoudt, zelfs dan. Slacht men er niet in mm -hmm. om begrotingen in evenwicht te brengen? Ik denk dat dat uh, hallucinant is. En een begroting in evenwicht uh, of een begroting die niet in evenwicht is, hoe heeft dat een impact op ons leven? Hoe merken wij burgers dat? Wel, daar ligt natuurlijk de zwakke plek van de democratie. Namelijk, je doet vandaag geld op waarvoor je vandaag de middelen niet voor moet opbrengen. En dat verklaart ook voor een stuk. Waarom we ermee blijven zitten? De rekening, waarom... de rekening wordt eigenlijk altijd. Ik denk dat er hier al generaties zijn opgegroeid met de, het geloof van: dat is een soort uh, godgegevenheid, een, nat een, een natuurwet, dat in dit land geen begrotingen en overschot kunnen gerealiseerd worden. En uh, wel, de, de realiteit is dat de, in heel veel landen er mensen zijn in alle politieke partijen die daar voorzichtiger mee zijn. Die zeggen van ja, wij kunnen ons dat soort beleid niet permitteren. Maar in dit land zijn zogenaamde fiscaal conservatieven een bedreigde diersoort. En wat is een fiscaal conservatief? Een, is Bent u iemand, dat is iemand die prudent is met de middelen. En die zegt van ja, er is toch een aantal uh, gevaren in een democratie. Waar in elke politieke partij in dit land zijn er mensen die mij zeggen ja, wij willen het ook anders. Mm -hmm. maar de, de, de verleiding en de druk om aan cadeaupolitiek te doen is zo groot. Om aan wat? Cadeaupolitiek. Cadeau ja. Aan Sinterklaaspolitiek. Dat we er zeker in verkiezingstijden niet aan onderuit komen. En dat dus zeggen dat ze ter linkerzijde en ter rechterzijde? Ja, dat is een soort verleiding. waar... Je ja, het de erfzonde noemen van de democratie. Um, en daarvoor betekent dat dat we instellingen nodig hebben en attitudes om daar, om daar tegengas te geven. Mm -hmm. De burger. Gelooft graag dat de bomen in de hemel groeien. Af en toe wordt hij daar wel door wakker geschud, maar politici die hem dat beloven, die worden nogal eens gemakkelijk beloond. Uh, de lange termijn, de belangen van de toekomst, de belangen van de kinderen, de belangen van degenen die nog niet geboren zijn, die zijn altijd gemakkelijk opzij te schuiven ja. als het er echt op aankomt. Men en wat heeft moet er daar... dan gebeuren om die belangen wel veilig te stellen? Is dat dan een kwestie van meer belastingen heffen of van besparingen? Of hoe, hoe moet ja, dat dan? Daar hebben we de politiek voor om, om daar die keuzes te maken. Nu, uh, we hebben in elk geval systeemproblemen in ons land. Bijvoorbeeld het feit dat we eigenlijk coalities hebben... Die het vrijer geval gaf het ook aan. Verschillende die, die, partijen werken samen Er worden de dingen beslist. De, u moet niet er is geen enkele Vlaamse partij die dat wil, hè, dat vrijer wordt benoemd. Mm -hmm. Maar dat is geven en nemen. Dat is een koehandel. Maar dat is iets dat we al zo meeslepen dat het echt een strategie van verrotting wordt. En hoe werkt dat, en dat dan bij heeft ook impact op de begroting. Namelijk dat er in, in dit land, we geven 30 miljard meer uit dan Nederland of Duitsland. In dit land hebben we 43% van onze gebouwen zijn half leeg bij de overheid. Dat stond deze week nog in de krant. Dus er zijn zoveel manieren om te zeggen we kunnen wel degelijk de middelen beter besteden. Mm -hmm. Nu op het moment dat het erop aankomt zegt men altijd dan komt het wedstrijdhes boven. We zitten op bestandvlees, het vet is van de soep, we hebben het onderste van de kan, maar ja, als je het objectief bekijkt dan zeg je ja, er is veel ruimte om de middelen beter te besteden. Maar vanaf dat één partij een dossier vastpakt, dan worden er allerlei lijntjes onmiddellijk uitgegooid naar de andere partijen om dat te belemmeren. En dan komt het spel op de wagen. Ja, willen jullie dat doen? Wel, wij blokkeren. En als je dat dan toch zo hard wil, dan moet je daar een prijs voor betalen. En die prijs betekent vaak andere zaken die inefficiënt zijn blijven tolereren. En, en zo raakt het en nooit structureel en opgelost. En bijvoorbeeld, er zijn zoveel voorbeelden van. We hebben twee instellingen die er eigenlijk maar één hoeven te zijn. Ja, laten we die fusioneren. Dat mm -hmm. is de goede intentie van begin. Op het einde van de rit zie je dan, nadat men die prijs heeft be be betaald, van ja, want het onderliggende fenomeen is in zo'n coalitie zoals bij ons: we willen niet dat de ander scoort. Maar dit is niet een gezond Dynamiek. Nee. En dat zorgt nu... ervoor dat men dan finaal soms eens een keer iets realiseert. En dan kan je te... kijken, ja, we hebben die twee instellingen nu samengevoegd. Dat ging zogezegd zware besparingen opleveren. En dan blijkt de, de directeur van de ene en de directeur van de andere de twee onderdirecteurs geworden te zijn. En dan, omdat er een andere derde partij nog ook stemming nodig had blijkt er een superdirecteur ja. gecreëerd te zijn. Dus en dan is het nog op. maar hard vasthouden of er finaal 1 euro bespaard ja. wordt. Is dat niet een heel negatief beeld van de politiek? Nee, maar dat is gewoon de realiteit. En dat betekent ook, ik zeg niet dat dit niet universeel is. Er zijn universele kantjes aan. Mm -hmm. uh, en daarom vinden wij het ook zo nuttig om naar het buitenland te kijken en dat te vergelijken. En dan zeggen we, ja, er zijn patronen zoals de kiezer die. Stemt niet tegen Sinterklaas. Hè. Wie is er ja, tegen Sinterklaas? Het is ook de verantwoordelijkheid van de burger. Uh, dus. dus daar zit ook een probleem. Maar, en dat die belangen van de toekomst altijd ertussen uitvallen tussen twee stoelen, dat zijn universele fenomenen. Maar die, dat spinnenweb van die koehandel, dat ik hier beschreven heb, daar zitten we toch echt met een extra dimensie die heel Belgisch is. Ja, zou de technocraten en, en, het beter en, 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 kunnen? En dat betekent ook dat je gewoon finaal moet zeggen: we moeten permanent die dat op de agenda zitten. En daar zeg ik ook, vroeger had ik gemakkelijker het idee dat er een morele verantwoordelijkheid was bij politici, maar ook breder in de maatschappij, om te zeggen, ja het is niet populair en het is niet sympathiek om te zeggen dat de begroting op orde moet zijn. En dus we komen er meestal niet toe, maar het is goed dat iemand het Turk durft zeggen. Ook al is het ondankbaar, maar vandaag en zeker in de electorale tijden hoor je dat geluid helemaal niet meer. Nee, maar hier dus nu vandaag wel. Ivan van der Kloot, dank voor de komst. Dag.